Ik ben Gerald Koolman van Recreatiepark Kaps in Tubbergen. Wij hebben een recreatiebedrijf met 12 bungalows, 2 groepsaccommodaties, 110 recreatieplekken op de camping, toeristische plekken, 60 jaarplaatsen en 20 verhuurcaravans. En we hebben een horeca met overdekte speeltuin erbij. De horeca is best redelijk groot. En wordt ook gebruikt voor mensen uit de omgeving die hier dan een middag verblijven om te eten en te drinken en te spelen, natuurlijk voor de kinderen. Ik ben dus nu lid geworden van de Ardoor, omdat het een professionele organisatie is die alles goed geregeld heeft met het online boeken en de marketing enzovoort. Het leek me een hele leuke club. Om bij te gaan, zeg maar. En de collega's die je dan daar ook aantreft, kun je voor allerlei vragen terecht. Om ook samen onze kennis te delen. En er zijn natuurlijk allerlei dingen die je af en toe tegenkomt. Problemen of dingen die je graag wilt weten. En dan kun je even een collega opbellen om die vraag daar neer te leggen. Pas had ik nog een vraag over. Wat betaal je eigenlijk nu een kok? Wat voor een loon hoort daarbij? Ik belde even een collega en ik vroeg, wat betaal jij je kok? En hij gaf me daar het antwoord op. En dan heb ik ook gelijk weer een leidraad zo van, dan weet ik ook waar ik naartoe moet met het loon van die kok. Goedemiddag, mijn naam is Evelien van Dassler. Ik ben samen met mijn broertjes en met mijn ouders vakantiecentrum De Ullingse Berg in Sint-Antonis in het mooie Brabant. We hebben een camping van bijna 12 hectare groot. Het bestaat uit 110 kampeerplaatsen, 3 verhuren accommodaties, waaronder deze lodge, maar ook 150 vaste plaatsen. Wij zijn best wel een bijzonder bedrijf als je ons vergelijkt met de andere campings in Nederland. Mensen komen bij ons vooral voor de rust, de natuur en de stilte. Ons slogan is ook niet voor niks. Kom luisteren naar de stilte. Hier vind je geen uitgebreid animatieprogramma. Er is wel van alles te doen, waaronder een openluchtzwembad, een airtrampoline, speeltuintjes, noem het maar op. Maar mensen komen hier vooral om wat leuks te gaan doen met het eigen gezin. Sinds september 2012 zijn we aangesloten bij Ardoor. Voor de tijd werkten we samen met Kamer Jansen. Maar we hebben gezamenlijk besloten om mee te doen met Ardoor. En we hopen samen de PR-euro's die we per camping hebben nog beter kunnen besteden. Als ik kijk naar mijn eigen PR-budget, kan ik, als ik helemaal alleen ben, er bij wijze van spreken een halve brochure van maken en 3 digitale nieuwsbrieven van sturen. Maar als we alle PR-budgetten samengooien, kunnen we natuurlijk veel meer. En in mijn uppie kan ik al die gasten niet alleen bereiken. Dus samen sterk. Maar ook omdat wij zo'n specifiek bedrijf zijn waar mensen komen voor de rust en de stilte, hoef ik niet bang te zijn dat ik ondergesneeuwd raak en dat ik mijn eigen identiteit niet kan laten zien. Want ook daar is voldoende ruimte voor en ook dat maakt elkaar sterk. Want niet iedereen houdt van rust, maar ook niet iedereen houdt van heel veel vermaak of juist wel van heel veel vermaak. En dat is juist goed van Ardoor dat je de juiste gast naar de juiste plek aan elkaar kunt doorverwijzen. Ik ben Herman Pangsma, eigenaar van Camping De Wijde Wereld in Otterlo. Ik doe dat samen met mijn vrouw Mirjam en we hebben een gezin met 3 kindjes. Wij zijn lid van Ardoor vanaf het prille begin en hebben daar erg veel plezier in om met onze collega ondernemers samen te werken. De Wijde Wereld is een gemengde camping met een stukje verhuur, kampeerplaatsen en ook wat vaste plaatsen. Voor de rest hebben we een horeca, wat recreatie en is er ook een winkel. We liggen op de Veluwe, een van de mooiste plekjes van Nederland. Maar qua promotie kunnen wij het niet alleen en hebben we aansluiting gezocht bij Ardoor. Vanaf het begin zijn we daar lid van en dat bevalt ons ontzettend goed. Samenwerken doet je met collega's en vooral het contact met die collega's is voor ons een toegevoegde waarde. Stel er is een probleem of je zit ergens mee, dan zijn de lijntjes heel kort en kun je op elkaar terugvallen. Voor de rest heeft Ardoor ook een professioneel marketingapparaat. En dat is iets wat wij als zelfstandig bedrijf niet alleen zouden kunnen. Wellicht dat we daar wel wat van zouden kunnen, maar we kunnen het niet op dat niveau doen zoals we dat met Ardoor gezamenlijk op dit moment doen. Qua automatisering
zijn wij daar ook bij aangesloten. En zie je bijvoorbeeld dat het online boeken zo ontwikkeld is op zo'n niveau, dat voor ons als zelfstandig bedrijf niet mogelijk zou kunnen zijn. Daarom adviseer ik zelfstandige ondernemers wie kwaliteit ook belangrijk vinden en wie graag de samenwerking zouden willen zoeken om zich aan te sluiten bij Adoor.